Mijn naam is Bertje van de Havengids en vandaag ga ik jullie meenemen op een rondvaartboot. Ik moet varen voor Van Hulst. Dat is een rederij die alleen maar rondvaartboten heeft. Die in Amsterdam, die hebben ze overal liggen. Katwijk, Lissen. En ik moet vandaag op de Triton varen. De Triton is een boot van 30 meter, ongeveer 5 meter breed. Het is niet heel druk vandaag, maar toch wel leuk dat ze nou toch varen met die mensen die zich aan hebben gemeld. De andere boot zit bijna allemaal vol. We gaan zo meteen naar binnen en we gaan de boot controleren en dan gaan we op pad. We varen nu richting Katwijk. Dit is de kaart nog even. We varen hier de vaart uit. Dan gaan we rechtsaf en dan gaan we naar Katwijk. En dan moeten we daar de mensen oppikken. Dus ik ga nog even concentreren. Even kijken of er niks aankomt allemaal. Zo wel aardig als je vaart. Nou, het valt allemaal mee. Ik zie even niks. Dus gaan we rechtsaf en dan gaan we naar de Prins Hendrikkade. Nou, we zijn aangekomen bij Katwijk hier. Ik zal even laten zien. Daar is de brug. En daar moeten we dan achteruit zien in te varen. Om dan die haven in te komen. Nou, we zijn nu achteruit aan het varen. Toch wel krappig. Hè? Beetje goed in de gaten houden alles. Helemaal achterin moeten we zijn. Nou, daar kwamen we door de brug heen. Ik heb de rechtermotor nu achter. Naar achteren en de linkermotor vrij. Dat betekent dat hij hem een beetje naar bak moet terecht. Nou, je ziet al dat hij die kant op gaat. Dan gaan we weer even wat corrigeren. Anders gaan we te ver. Dan doen we het precies andersom nu even. We moeten toch wel langs de bootjes gaan. Het ziet er allemaal wel keurig uit. Het is altijd met varen, doe het rustig aan. Alles rustig. Dan gaat het meeste goed. Dus dat is een belangrijke tip, hè? Gewoon rustig aan. Je ziet het, ik vaar nu helemaal in mijn eentje, het schip. Nou, we gaan hier langs, dus daar ga ik even wat corrigeren. Nou, ik heb jullie even een stukje meegenomen. Dan kan je zien hoe dat gaat met zo'n rondvaartboot. We kwamen daar vandaan, onder die brug door. Hier is dan de aanlegstijger voor Van der Hulst. Ik zou je toch de boot even laten zien, want het is een prachtige boot. Hoor. Alles voor elkaar. Machinekamer kan je gewoon van de grond eten. Zowat. Dus ja, alles is tof. Kijk, dit is de Triton. Nou, het ziet er allemaal gelikt uit. En mag 150 personen meenemen. Ik heb natuurlijk mijn groot vaarbewijs, beroepsvaarbewijs. Dus een heel gedoe is dat om te halen, maar dat heb ik een jaar of 4 geleden gehaald. Dit is, dit is waar ik vandaag mee op pad ga. Dus hoe leuk is dat om hier lekker mee rond te varen. Ik ga straks mijn laptop nog even de route eruit zetten. In Warmond nog even bellen. In Warmond moeten we nog mensen oppikken. En dan laat ik jullie even wat stuk van de route zien. Dus. Nou, we zouden een groepje oppikken hier. Zijn die komen opdagen. Dus dat is jammer. Dus we gaan nu naar Warmond. Anders ben ik daar weer te laat. Dus op naar Warmond. We hebben net wat mensen opgepakt. Ik zou er eigenlijk meer krijgen, maar die zijn op de andere boot meegegaan. Dus uiteindelijk heb ik nu het laatste groepje van 3 mensen nog tot 1 uur. En dan zetten we ze weer af in Warmond. Nou, we varen hier op de Kaag. Prachtig mooi gebied. Ik wil even inzoomen op de kaart hoe waar we dan precies varen. Nou, je ziet het, hè. Hier varen we nu. We hebben dan hier wat mensen opgepikt. We hebben hier nog wat mensen. Andere mensen zijn op een andere boot meegegaan, dus die hoefde ik niet mee te nemen. Dus ik maak hier een mooi rondje, we gaan hier omheen en dan gaan we hier langs terug. En dan zetten we de mensen weer in de Warmond af. Nou, ik kan wel even laten zien wat we allemaal hebben, want het is een beroepsvaartschip. Dus op de beroepsvaart heb je toch wat andere dingen. Je hebt in ieder geval bijna altijd voorrang, dus dat is altijd lekker. Ook met de rondvaartboot. We hebben een AIS, dat is een belangrijk apparaat. AIS die geeft de positie aan waar we varen, dus andere schepen kunnen op hun plotter zien dat wij er aankomen. Wij hebben in dit geval geen plotter, dus wij kunnen geen andere schepen zien, maar we kunnen op het display wel instellen en kijken wat voor schepen er in de buurt zijn. Tegenwoordig heeft de pleziervaart ook heel veel AIS. Dat is handig, dan ziet de beroepsvaart jou gewoon varen en die weet dan ook wat je gaat doen waar je naartoe gaat. Maar voor de beroepsvaart is het verplicht, voor de pleziervaart is het niet verplicht. Nou, dan op zo'n beroepsvaartschip, ja, zo'n rondvaartboot is gewoon beroepsvaart, moet je een dubbele marifoon hebben. En dat is altijd wel leuk. Dan kun je één kanaal onderling praten en dat is vaak kanaal 10. Als je dus iemand aan ziet komen en je denkt, ja, wat is hij nou in godsnaam aan het doen? Dus zeker ook voor de mensen voor de pleziervaart. Als je een beroepsvaart ziet en je vertrouwt het allemaal niet, ga naar kanaal 10 en dan kan je gewoon even oproepen. Ik zal dat ook even laten zien. Kijk, deze staat op kanaal 10.
En dan hebben we hier nog een marifoon. En die heb ik op kanaal 18 staan. Nou, kanaal 18, dat is de brug waar wij nu langskomen. Dus die heb ik dan al standby op 18 staan. Nou, verder hebben we nog een noodstuurinrichting. De noodstuurinrichting is eigenlijk als dit stuurwerk het niet meer doet. Dan kan je overgaan op deze. Dat is ook de verplichtende beroepsvaart. Dat je altijd een tweede mogelijkheid hebt om te sturen. Dus als die ermee stopt, dan, ja, dan zou je met al die mensen, met 150 passagiers, lekker de kant op vliegen. Dus dat is verplicht. Kijk wat ook gaaf is met deze boot. Je kan bovenop zitten. En dat is een hekwerk met banken en alles. Dat kan je hier aanzetten. Hier zit een hydrauliekwerk. Hekwerk aan. En op die manier kan je in één keer alles omhoog doen. Dat zal ik even laten zien. Ik ga het niet doen hoor nu, want elke gedoe allemaal. Maar die banken die je hier ziet, die banken liggen allemaal plat. Met hekjes en alles. Dus door de knop hydraulisch in te drukken, klapt het in één keer helemaal op. En dan kan je gewoon nog met z'n allen lekker boven zitten. Het voordeel is dat hij nu laag is en dat je gewoon een veel groter vaargebied hebt. En dat is natuurlijk handig op deze manier. Vorige week had ik 150 man mee. Ja, dan zitten ze binnen, zitten ze boven, zitten ze overal. Mag 150 man maximaal. Dus dan heb je toch echt wel dat nodig. En dat is dan super handig dat je alles in één keer omhoog kan klappen. We zijn nu alweer op de terugweg naar Warmond. We varen nu hier. Stentec programma, hè. Dat misschien al eens eerder gezien in een vlog van mij. Een super handig programma, want je kan gewoon alles invoeren, plannen. Je kan gewoon een route aanklikken. Zoals ik nu zeg, route, nieuwe route. En ik klik hier de route aan. En ik zeg, wij willen graag hierheen. Bijvoorbeeld naar Gouda, klik ik hem aan. En dan maakt hij in één keer een hele route voor mij. Dus dat Stentec programma heb ik er eigenlijk altijd bij. Heel vaak niet nodig, want ik weet gewoon de weg op heel veel plekken wel. Maar soms kom je bij een brug of je wil even weten hoe breed de sluis is. Of hoe lang de sluis is. Toch zo met 30 meter is het handig dat je weet of je er wel of niet in past. Nou, ondertussen zijn we op de terugweg naar Katwijk, terug naar de haven. Ik heb de mensen weer afgezet dus. En ik denk met 10 minuten dat ik lekker weer in de loods lig. Het ritje van vanmiddag gaat niet door. Ik denk dat die iemand anders oppikt, een andere boot. Ze wisselen heel veel met de boot. Wel een beetje zon om halfvolle boten te laten varen. Dus we zijn nu weer op de terugweg en bijna weer bij het thuis. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden om ook een keer mee te varen met zo'n boot. Vond het een leuke tocht weer, jammer voor de regen. En op naar de volgende. Dank voor het kijken. Vergeet niet je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Kost helemaal niks, gewoon even abonneren. En dan blijf je op de hoogte van alles wat ik vlog, alles wat ik meemaak. En vergeet ook niet het duimpje. En voor de volgende video dan zou ik zeggen klik hier of klik hier. En dan kan je de volgende video bekijken. Dus bedankt voor het kijken. Schipper met jou. Tot de volgende keer.